Ja, Tsardas en Nuno da Costa, dat zijn inderdaad nog twee onbekenden. Zo wordt het ongeveer de 3-5-2 van Eupen. Banga. Daar komt hij. Het zal op kracht moeten. Bal wijkt af. En de Wolf die kan dat nog net op tijd herstellen. En ook in tweede instantie. Dit was de beste kans tot nog toe. Ortwin de Wolf tot twee keer toe. De man op de afspraak. Dit was vervelend hoor. Die bal die afwijkt op de muur. En dan Hotchko die uithaalt. Echt wel de gevaarlijkste ploeg. Het is nog steeds niet afgelopen. Tsardas. Onana afleggen, Tsardas. Verdienstelijk. Een bal heel lang onderweg naar Dangoy. Dit is Peters. Geen buitenspel, vlag blijft beneden. Op rapertje meer is het niet voor Koffie. Twee ploegen waar het blok er staat. En onmiddellijk uithalen. Oeh, dit was opnieuw een hele goeie man bij Mouskroen. De MVP na 20 minuten voetballen. De voorbereiding ook prima. Hele goede pas van Badi Banga. En dan de bal aan. Koné. Dat is dolletjes van Koné. En de bal tegen de paal. Opluchting bij Mouskroen. Maar de vlag nu de hoogte in. Gesignaleerd. Kijk, Koné. Die draait ze daar helemaal zot. Nu dan ja, stond ze met z'n velen inderdaad buitenspel. Er waren wat geruchten dat hij zou tekenen bij een club in India. Maar dat werd ontkend door Jordi Condon. Dit is een goeie. En daar prikt hij die bal tegen de netten. En is het 0-1 heel vroeg in de tweede helft. Moussalda 0-1 Eupen. Ja, achterin waren ze niet echt bij de les bij Mouskroen. Hun eerste helft. Ja, de organisatie die er perfect was in de eerste 45 minuten nu helemaal verdwenen. En Moussona die weet daar wel de raad mee. Uiteindelijk bij Eupen terecht gekomen na het faillissement. Gooi voor de 0-2. Nee. Dit keer Moussona in de rol van aangever. De statistieken die waren in een voordeel, want sinds er opnieuw met het publiek mag gevoetbald worden. Ja, naar de andere kant moet het. Peters rukt op. Heeft de steun van onder meer Ngoy. Nog steeds Peters hier. Moussona. Veel te zwak afgedrukt. Girani. Het is van ver. Girani plaatst hem prima. Dan moet de Wolf nog eens in actie komen. Het is ook al een hele tijd geleden dat ze nog eens konden winnen op verplaatsing. Al 5 uit match op rij, telkens gelijkspel. En nu komt hij meer in. Het is 0 tegen 2. En de zege helemaal veilig gesteld. De kale knikker. En toch wel ontlading hoor bij Beniat. 0 tegen 2. En dan is het definitief over en out voor Mouskroen. Een vrije trap. Moussalda. Gooit hem in het pak en dan de kale knikker van Erisse voor de 0-2 voor Eupen. Het schilderwerk van Moussona, dat is een doelpunt en een assist. Een stekende wedstrijd qua statistieken dan voor hem. En dan viel hij op de perfecte hoogte, echt wel. Het siert hem wel dat ze er tot het bittere einde verblijven gaan. En daar bijna een doelpunt. Nog net de reflex schoonhoudt en absoluut die clean sheet wil. Opnieuw de stevige kopslag. Verlengd, tweede paal. En bal nog niet buiten. Oh, de retro van Onana. En houdt het kort. En dan is het afgelopen. Nog maar eens een nederlaag voor Mouskroen. Dit keer 0 tegen 2 tegen Eupen.